En dat is op de bewegelijke veengroen nog net zo makkelijk, zat deze kraanmachinist Joet ook ondervindt. Maar goed, op deze wijze krijgen veenkaden een nieuwe boppenlaag. Het lijkt een wel heel simpele oplossing om de voeten droeg te houden in de but. Ja, dat is genoeg. Ja, maar dat zei je van, als je ergens druk hebt, dan drukt het aan de bovenkant het genoon. Nou, wij zorgen ervoor dat de kering die er is, dat die gewoon versterken wordt aan de binnenkant. Wordt er de kering gewoon zijn stabiliteit houdt en de veiligheid van het binnenland weer gewaarborgd is. Skrabi, een 30 centimeter bruine grond er al. Daarna zitten we op veen. Die heb ik keer net. Het veen dat ik gewoon dat keer we net broeken voor op elkaar. Dus en gelukkig hebben we 30 centimeter, dus dan hebben we al heel wat. Dus daar kunnen we de kade mooi van opzetten. Het tal veenkaden in Friesland dat ompakt worden maat is Joet op Fjouwerkom. Naar de But, Abbegeer en Elhuizen is ook op het Heidenskip in een zwaarlijke steed ontroffen. En dat komt net alleen uit de droogte. Ja, we hebben een verdacht plakvond. Dat is constateerd door de betreffende boer die het melding kan maken. Bij West, daar wordt nader onderzocht. Daar vermoeden wij dat er misschien wel muskratenwerk in de kade plakvond heeft. Daar is wordt terug muskratten bestrijden, wordt zoend. Of dat inderdaad zo is. Nou, is dat zo, dan zullen we daar met maatregelen treffen. En dan nog even rond naar het leenbedrijf. Dat was zijn kraan hield iets verder voortlikken de zakje in de veengroen. Komt dit wel goed? Ja, het gaat wel die flink. Dus je moet hier de kraan een beetje erin blijven. Dan kun je wat breder. Maar als je langs de hele steen blijven, dan zaken er wat voort. Als dat nou gaat, dan maar we dat ook wel rijden.